Wat denk je dat het morgen gaat worden? Ja, een paar goede partijen. Natuurlijk, al die andere partijen zijn leuk, maar ik denk aan mijn eigen. Dus ja, ik heb hard getraind en gaan voor de winst. Ben je er klaar voor? 3 partijen? Jazeker. Ik kan niet wachten, man. 3 partijen is niet niks. Heb je veel gedaan aan je lucht, aan je cardio? Hoe moeten de mensen die niet weten hoe jij traint, het zien? Hoe jij de afgelopen 4 of 6 of 8 weken hebt getraind? Ja, het is niet echt heel anders dan wat ik normaal train, man. Ik zorg altijd ervoor dat ik conditioneel fit ben. Conditioneel sterk. Natuurlijk, met wedstrijd gaat altijd spanning vanaf en noem maar op. Maar conditioneel hebben we bijna hetzelfde gedaan. Het ging meer om het mentale vlak. Iedereen kan wel heel groot praten, maar 3 wedstrijden vechten is toch wel anders. Wie verwacht je in de finale? Naast jezelf? Jamal. Jamal. Ik denk dat Jamal en ik naar de finale naast elkaar gaan. En denk je dat hij nog wat goeds heeft te maken? Ja, daarom gun ik hem ook om met mij in de finale te staan en nog een keer goed uitvechten. En dan geef je hem de winst of zo? Nee, nooit. Nee, toch? Nooit. Ja, ik dacht je gunt hem, dus ik dacht misschien... Ik gun hem het, maar ik gun me eigenlijk wat meer. Ah! Ja. Zorg ervoor dat je erbij bent. Thanks in de finale. Tijd.